Dank je. Ik had natuurlijk gehoord van de onrust die er was. En alleen al het feit dat u hier met zoveel bent, doet mij wat dat betreft ook goed. Betekent dat u betrokken bent. Dat u betrokken bent bij uw werk. Niet alleen dat, maar dat u het ook belangrijk vindt om dat op een goede manier voor de gedetineerden vol te blijven houden. Dus dank daarvoor. De directeur, mevrouw Hassel, die is op dit ogenblik in gesprek, niet op dit ogenblik, maar die is al wat langer in gesprek met de directeur van het ministerie van Veiligheid en Justitie van de afdeling DJI, de heer Hennephoff. Die is voor de meeste van u is die niet onbekend, want ik herinner mij bij het eerste paal die geslagen werd, daar was hij ook aanwezig, dus ik denk dat de meeste van u die wel gezien hebben. Ze zijn in gesprek over andere werkzaamheden. Ik ga daar verder niet over in, omdat dat de verantwoordelijkheid ook is voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dus niet van het RCN. Inhoudelijk is dat een besluit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dienstdirecteur DJI Peter Hennephoff en niet van het RCN, voor alle duidelijkheid. U zult om die reden ook kunnen begrijpen dat ik dit natuurlijk van harte wil ontvangen. En dat ik hem ook door zal geleiden naar de verantwoordelijke ministerie van Justitie. In casu de heer Hennephoff. En dat ik zal zeggen en zal laten zien dat u hier in grote getale bij aanwezig was en de betrokkenheid die u heeft. Maar ik zal dus niet inhoudelijk kunnen reageren op datgene wat u heeft gezegd. En ik hoop dat u dat in ieder geval ook van mij wilt respecteren. Daarnaast wil ik toch uitspreken, nogmaals, ik zie uw betrokkenheid, ik zie ook uw professionaliteit altijd. Ik ben al een aantal malen in de gevangenis geweest. Ik heb ook gezien hoe dat u alle betrokken bent bij datgene wat daar gebeurt en ook betrokken bent bij de nieuwbouw. Ik weet dat u altijd heel erg professioneel bent, dus ook in dat opzicht spreek ik het wellicht ten overvloede uit. Maar ik hoop dat u ondanks alles en ondanks de onrust die er is, de rust en kalmte wil bewaren in het belang van de gedetineerden.